tatoeages. Je ziet ze steeds meer. Tiswat gaat op zoek naar de verhalen achter de tatoeages bij tattooshop Mad Science in Den Haag. Vandaag het verhaal van Stephanie. Zij laat haar arm vol tatoeëren door Leslie. Ik ga even mijn spullen klaarzetten. Ja, cool hè. Ik ga mijn sleeve afmaken, hoop ik. Dus laatste loodjes, dacht ik. Stephanie heeft nog meer tatoeages. Ik heb nog een bloem op mijn kuit staan en een tekst op mijn buik. Een lipvest, Blue Beautiful Die Young. En dat is een beetje een levensmotto. Ja, jij bent de oude. Ik heb Too Old To Die Young. Ik vind dat je in je leven alles moet doen wat je wil. Dus gewoon zo gek mogelijk eigenlijk. En er zijn gewoon geen grenzen. Ik ben 22 en ik ben verpleegkundige in het ziekenhuis. Ja. Dus daar zie je het niet? Nee, daar zie je het niet. Zit het onder je... Nou ja, je ziet het wel eigenlijk. Je ziet bijna geen tatoeage in het ziekenhuis, maar je ziet mijn arm wel. Oh, je hebt korte mouwen aan in het ziekenhuis? Ja. Ja? En hoe vinden ze dat daar? Ik denk dat Miel het hoofd wat minder leuk vindt. Maar... Ja, ik ben nog steeds aan het werk. Het is iets voor mij. En als iemand het niet leuk vindt, dan is het een probleem voor me. Doet het pijn? Nee, valt wel mee. Ik heb dan twee poppen op mijn arm staan. En die heb ik wel echt wel specifiek uitgekozen, zeg maar. Waarom poppen? Die spaart mijn moeder. En dus dat is echt iets voor mijn moeder. Waarom ik dat laat zetten. En wat zijn dat voor poppen? Antieke poppen. Porseleinen poppen. Ja, dit zijn dan Franse poppen. En dan hebben we zelf een beetje nog wat een en ander bij verzonnen. Ja. En waarom dan een tattoo als aandenken aan je moeder? Nou ja, wij hebben als gezin best wel meegemaakt. En veel met mijn moeder ook. Dus het is toch wel een beetje blijk van waardering en respect voor haar. Zeker. En wat vindt zij van jou? Ze vindt tatoeage verschrikkelijk, maar dit vindt ze dan wel kick eigenlijk. 5 uur later zit de tatoeersessie erop. Alles wat zo donker is en nog een beetje rood, dat is allemaal nieuw. De achterkant. Ja, wat gek. En nu? En nu inpakken en wegwezen. Morgen in de Heek Ink. Nou, het was eigenlijk begonnen als een soort grap met mijn beste vriendin. En zij zou hem ook zetten.